hele goede avond. Zo dadelijk de Olympische Spelen, de Limburgse Olympische Spelen. Maar we beginnen met voetbal, want Fortuna Sittard praat toch weer met Rode JC over samenwerking in de jeugdopleiding. Dat bevestigt directeur Marten Masset vandaag tegenover L1. Volgend jaar zouden Rode en Fortuna met een gezamenlijk A-team aan de KNVB-competitie moeten deelnemen. En u kunt zich wellicht nog herinneren, vorige week brak Fortuna die gesprekken met Rode JC af nadat via het L1-voorzittersdiner op L1 Radio en de Limburgse kranten het nieuws over de samenwerking naar buiten kwam. Masset had op dat moment de achterban nog niet geïnformeerd, maar ondertussen heeft hij van het supportersplatform, de rest van de directie en van de Fortuna Business Club moet ik zeggen, het vertrouwen gekregen om de gesprekken met Rode JC aan te gaan. Dat dus de komende maanden. Gaan we naar de Olympische Spelen en dan kunnen we natuurlijk dan niet anders terugkijken in dit laatste weekende van het jaar dan met Maartje Paume. Het was haar grote moment, beste hockeyster van de wereld en die status maakte ze waar tijdens de Olympische Spelen. Ze leidde Oranje naar goud, maar het was helemaal geen geplaveide weg. Je hoefde maar inderdaad de tv aan te zetten of naar buiten te kijken, buiten het dorp te zijn. En ja, het was één grote happening en je weet gewoon dat de hele wereld meekijkt. Alles en iedereen natuurlijk in de ban van de hockeyfinale van morgen, ook hier in de Limburg Lounge. Je zou het niet zeggen, maar dit zijn allemaal Paumes hier achter me. De kleinste, die staan hier achter. Die kijken ook al vooruit naar de finale van Maartje. Maartje wordt weer kampioen of niet? Ja. Hebben jullie kaartjes? Ja. Allemaal? Ja. Maar jullie zijn met 100 Paumes. Ja. Dat kan toch helemaal niet? Jawel. Allee, de fan van Maartje dat heeft dus blijkbaar toch succes. We gaan eens even kijken bij de rest van de familie. Want jullie kunnen met Maartje feesten op wanneer en waar? Nou, wij hopen vrijdagavond, maar dat hangt een beetje af van wat ze gaan doen natuurlijk. Ja. En kunnen jullie dan naar haar toe of komt zij naar jullie toe? Nou, is dat zo streng allemaal? We hebben acht geloof ik, hè, pruiken, rood wit blauw. En daar zijn we aan te herkennen. En ja, we hopen na de wedstrijd met haar in het Holland Heinekenhuis te vieren. Nou, toch wel iedere keer na de wedstrijd, voor de wedstrijd, even een sms'je, succes wensen. Na de wedstrijd krijg je dan een korte analyse. Heel kort, meestal chill of heel goed. Nederland heeft met Argentinië nog wat goed te maken. Ze hebben daar namelijk de wereldkampioenschap hebben ze in Argentinië verloren. In de Champions Trophy nip verloren in de laatste minuut. Dat is voorlopig. Ja, ik heb mijn familie iedere wedstrijd wel gezien. Maar ja, je bent natuurlijk ook bezig als sporter met je weg naar je einddoel. En ja, wat dat betreft was er weinig tijd voor familie. Maar ik kijk altijd voordat de wedstrijd begint, kijk ik even in het stadion rond van waar mijn familie zit en of ik ze kan zien. En dan heb ik toch altijd heel even contact met ze. Halverwege de tweede helft, Olympische finale. Maartje Paume of Van Maasakker. Bij het aangeven van Van As, Paume, 1-2, Paume, recht op moeten jou af. Ik dacht, de pers gaat het steeds meer opbouwen en ja, steeds vaker zeggen dat je niet scoort. En, ik heb het daar met mijn team over gehad en met mijn coaches over gehad. En, ja, ik had daar zo mijn eigen gedachten over en mijn eigen plan over. En ik had daar wel ook het vertrouwen in dat dat uiteindelijk wel goed zou komen. Tuurlijk moet ik zeggen, nu ook van bluff je als sporter om dat te zeggen. En maak je de druk eigenlijk nog alleen maar groter richting halve finale en finale. Ja, ik heb gewoon altijd vertrouwen gehad in mijn corner en in mijn push. En het team liet me dat aan alle kanten merken, ook dat zij er alle vertrouwen in hadden. Hetzelfde met de begeleiding. En ja, uiteindelijk valt hij dan en dan zie je daarna dat het eigenlijk alleen maar makkelijker wordt om weer te scoren. Dat was een fikse mogelijkheid en Nederland krijgt nu opnieuw een strafcorner. Vanwege een opzettelijke overtreding buiten de cirkel. Hij is weer woedend. Het moet nu toch een keer gaan lukken voor Paume. Paume, rechtstreeks, Paume, 2-0, Maartje Paume! Dit kan niet meer fout gaan. In de polfase lukt het maar niet. Maar ze sleept hem nu feilloos binnen. Langs de eerste uitloopster in de bovenhoek.
Maartje Paume. En die kleine kiepster kan er net niet bij. Zijn jullie klaar voor de Olympisch kampioen? Laat naar beneden komen de Nederlandse hockeyvrouwen! Maartje Paume! Naar er naartoe! Naar er naartoe! Dit zijn de gouden hockeyvrouwen! Maartje Paume, kom even erbij. Hoe kijk jij, Maartje, terug op dit gouden toernooi? Wacht even. Ja, top. Ja, ik heb echt genoten. We hebben echt een toptoernooi gehad. En afsluiten met goud, met zo'n team. Ja, helemaal super. Helemaal super. We are the champions. We are the champions. No time for losing. Cause we are the champions of the world. Ja, zo blijven dat fantastische beelden uit Londen. We waren er dus, volgden de Limburgers, Limburgse sporters, Limburgse familie zoals u ziet. Maar er waren nog veel meer Limburgers in Londen met interessante verhalen. Bijvoorbeeld die topman van British Telecom, BT, met 4 miljard klanten in de zomerperiode. Nooit was er een project zo groot. Het werd geleid door iemand uit Venlo. Iemand die nog handbalde bij L'Oréal en nu dus in de zomer de Olympische Spelen voorschotelde aan de wereld. Wolvenga bij 28-8 en de A35 Enschede Almelo voor Borne-Westa bij 52-6. Een Piaggio-pik. Zelfs de file-informatie komt uit Londen deze dagen. Want Radio 538 heeft een dagelijkse radioshow uit Engeland. Maar Jeroen Nieuwenhuizen is alleen te horen in Nederland bij de gratie van Roel Louwhoff. Topman van British Telecom, het bedrijf dat alle verbindingen en communicatie verzorgt rond de Olympische Spelen. Afkomstig uit het stadje van lol en plezier. En deze dagen heeft hij 4 miljard mensen als klant. Ja, als er iets mis mocht gaan, dan heb ik een hele lange vakantie waarschijnlijk. Ja, dat is zo. En let op, dit is een grote Venlonaar in de traditie van Jeus Sprengers. Want op zijn kantoor zien we hem poseren met Tony Blair, met Bill Clinton. En hier is Roel Louwhoff met George Bush. Als lid van de raad van bestuur van British Telecom werd hij 4 jaar geleden gevraagd om deze gigantische klus op zich te nemen. Het is niet erg logisch vanuit een Britse gedachte om een niet-Brit dit te laten doen. Je kunt zeggen, nou, ik ben in mijn dagelijkse activiteiten toch verantwoordelijk voor infrastructuur. Dus in die zin is het misschien wel handig. Maar er waren inderdaad een aantal mensen die gezegd hebben van, nou, als je mij vraagt, dan wordt het antwoord toch nee. En mij lijkt het gewoon een waanzinnig uitdagend project. De Britten zijn ondertussen blij verrast dat de Spelen zo goed verlopen. Het sarcasme en cynisme dat Londen kenmerkt, maakt nu plaats voor trots over de goede organisatie en de perfecte verbindingen. We're just amazed at how there's just really great facilities, isn't there? Ik slaap erg goed 's nachts. En de reden daarvoor is denk ik, wij zijn redelijk op tijd begonnen. En met redelijk op tijd moet je je voorstellen, 4 jaar geleden echt al heel zwaar programmamanagement erop gezet. Hier komt de Skytrain. De rest volgt en niets anders dan dat. Maar ondanks die 4 jaar voorbereiding werd British Telecom verrast tijdens de eerste dagen van deze Spelen. Want bij de wielerwedstrijden vielen de satellietverbindingen van de motoren weg. Doordat mensen langs het parcours massaal twitterden en foto's verstuurden via hun mobiele telefoon. Met als gevolg dat niet duidelijk was hoe groot de voorsprong was en hoe ver de koplopers nog moesten rijden. Oh, hoe dan had ik het gezien? Hoe laat je je zo verrassen? Een nachtmerrie voor Louwhoff, maar die eerste problemen zijn ondertussen verholpen. Ik weet zeker dat het ook verder voorspoedig zal gaan, dus ik mag het wel een succes noemen. I think it's shown that we can put a major event on and do ourselves proud. The organisation there is absolutely immaculate. En net als Paume beleeft ook Louwhoff deze dagen zijn professionele hoogtepunt. Wat wij gemiddeld hebben gemeten is ongeveer 60 gigabyte per seconde, wat door het netwerk heen gaat, het Olympisch netwerk.
Dat is een record. En dat is in één dag meer dan de hele Olympische Spelen in Beijing. Maar Lauwhoff kan zijn nieuwe status na deze megaklus nog goed relativeren. Laat het heel duidelijk zijn. Dat zijn ook hetzelfde, het zijn van die piekmomenten. Het zijn Olympische Spelen. 3 dagen na de Olympische Spelen is dat allemaal weer vergeten. Ik denk dat het wel belangrijk is dat wij als BT de erkenning krijgen dat we dit soort activiteiten aankunnen. Dat we het gerealiseerd hebben, dat we het succesvol gedaan hebben ook. En als die erkenning maar blijft, dan vind ik het wel verder wel prima. Ja, maar u weet het nu dus nog, het woord een Venloneer. Gaan we naar de Limburgse sporters die we tegenkwamen in Londen. Dat waren er ook een hoop. En zo was er een Joeks Kapel die het nog aan de strok kreeg met de Londense straatmuzikanten. De Olympische Spelen is toevallig in Londen en dat is erg dicht in de buurt. Dus we dachten, laten we daar die Limburgse cultuur ook maar even uitdragen. De wijk Covent Garden staat bekend om de straatartiesten. Zo staat er een klassiek ensemble. De clowns, de buitenbeentjes en de eenlingen. De Joeks Harmony Limburg Orange heeft een mooi plaatje uitgezocht midden op het plein. Maar daar zijn de andere artiesten niet van gediend. We got to okay. And who the fuck are you? Get out of it. Dat is echt Londen ten top. Ik heb hier een hele hoop meegemaakt in de afgelopen dagen. En dit is weer goede jongens moeten van leven, dus die hebben we aan een punt. En dus mag de Harmony onder leiding van George Vossen 2 nummers doen. Onder voorwaarde dat het opgehaalde geld naar de straatartiesten gaat. En als toegift wordt er nog een korte Engelse mars gespeeld. It's fabulous, yeah. It was really good. Yeah. You're welcome. Het geld is zoals afgesproken voor de boze straatmuzikanten, al zijn die opeens een stuk vrolijker als ze de buit zien. Thank you very much. Thanks. I've made a fortune. De leden van de Harmony komen uit heel Limburg en houden wel van een feestje. Als het niet op straat mag, dan zoeken ze wel een ander plekje. Army bands or brass bands. Marching bands, not as good as the Dutch. No, not as good as the Dutch. Yeah, it wasn't what I was expecting to see when we came down the road, but it's very good. Yeah, excellent. Come on, Dutchland. Ja, dat is Limburg en de Olympische Spelen. Morgen kijken we terug op dat andere hoogtepunt van het sportieve kalenderjaar. Het WK wielrennen natuurlijk in deze provincie. Ik wens u een hele prettige zaterdagavond.